Ik heb mijn Mac en ik heb een boekje gemaakt. En daar staan allemaal puzzeltjes in. En die ga ik dan verkopen. En het geld dat ik daarmee dan ophaal, dat geef ik dan aan de mensen in Nepal. En die heb ik dus gemaakt. En ik ga er dan volgende week, deze week ga ik er dan nog eentje maken. En deze gaat dan over Nepal, maar de volgende die gaat dan denk ik over Donald Duck. Is die ook door een aardbeving getroffen, Donald Duck? Nee. Kan je iets zeggen over, want je hebt het echt speciaal gemaakt op Nepal, hè? Want dus er staat echt een kruiswoordpuzzel heb je gemaakt. Ja. Mag ik het even zien met woorden? Even kijken. Die staat hier. Kijk, ik heb de kruiswoordpuzzel bij de woordzoeker gezet. Want bij de woordzoeker, daar zitten een beetje de woorden die ook in de kruiswoordpuzzel zitten. En dan is het niet al te moeilijk. En dan kun je ook zeggen, nee, ik kijk niet naar de woorden. En dan is de kruiswoordpuzzel iets moeilijker. Dan kan je ook zeggen dat je het iets moeilijker voor jezelf maakt. Of je maakt het juist gemakkelijker. Je hebt aan alles gedacht, hè? Ja. Ja, dus voor slimme mensen en iets minder slimme mensen. Ja. En je bent bijna 9, hè? Ja. Met handtekening en al, zag ik. Ja. Dit is jouw professionele handtekening, hè, Mac? Ja. En wat hoop je dat er gebeurt in Nepal met jouw geld? Nou, dat de mensen genoeg voedsel en drinkwater krijgen, zodat ze nog verder kunnen leven. Ja, precies. De mensen die nog die het hebben overleefd, maar die hebben nu heel veel hulp nodig. Ja, en wat wil je vooral voor de kinderen? Dat ze ook weer naar school kunnen. Ja, nice. Ben je trots op je? Heel super trots, hè? Heel trots. Ja, trotse moeder. Ja.